tikje van Haan. Goal gaat weg. Neeskens is gescoord. Neeskens. Geen buitenspel, daar gaat ze worden gescoord. Ja, er is een doelpunt. Johnny Rep. Ja, nu is het 3-0. Geen enkele twijfel. En hier de felicitaties van Koningin Juliana. Op 28 september 1972 wint Ajax voor het eerst de wereldbeker. In een dubbele finale wordt het Argentijnse Independiente verslagen. In de return is invaller Johnny Rep de grote man. Hij beleeft zijn doorbraak. Johnny Rep gaat scoren, ja, nu is het 3-0. Geen enkele twijfel. De wereldbekerfinale van 1972 is anders dan andere finales. Mede door een legendarische reis, een bikkelhard duel in Argentinië. En vooral van die wedstrijd zijn er slechts een paar foto's en heel weinig bewegend beeld. Maar wel veel anekdotes. Ik kreeg een bal en ik ging buitenom bij hem en dan gaf me zo'n klap zo in mijn maag. Ajax wint de Wereldcup, zingen de fans al voordat de eerste Europacup in 1971 gewonnen wordt. Dat jaar bedankt Ajax voor de strijd om de wereldbeker tegen de clubkampioen van Zuid-Amerika. De reden is dat de finales, uit en thuis, een slechte reputatie hebben. Waarom we niet meededen in 1971 was dat we daarvoor al wedstrijden, finales hadden gezien. Alleen maar slagpartijen, slaan elkaar, een keeper van Italië werd in elkaar geslagen. Dus ja, dat was niet leuk om daar naartoe te gaan, omdat het ook bij die club thuis was. En gelukkig in 1972, op aandringen van Kovacs en de spelers, hebben we de medische staf over kunnen halen en het bestuur over kunnen halen om toch daar naartoe te gaan. En nou ja, dat was toch wel een belevenis hoor. Ja, ik denk dat iedereen wel erachter stond om een keer de week wereldkampioen te worden. Nou, wat is er mooier als wereldkampioen? Dan ben je echt de beste. Stefan Kovac is de opvolger van Rinus Michels. De trainer laat zijn ervaren spelers de vrije hand. In 1972 is Ajax na een superieure finale tegen Inter opnieuw de beste van Europa. En de kans voor Cruijff, een goal! Ja! De beste van Europa wil ditmaal ook de beste van de wereld worden. En gaat daarom op weg naar Zuid-Amerika. Ja, de reis was ongelooflijk. Het is een end vliegen natuurlijk. En op een gegeven moment hoorden we in het vliegtuig dat de trainer Kovac had besloten dat tijdens de tussenlanding dat we gingen lopen op het vliegveld. Het was in de Azoren. En het was de bloedheid. Nou, wij allemaal verbaasd van, ja, dat hebben we nog nooit gedaan en nooit gezien. Maar ja, hij kreeg ons zover. Dus in trainingspak, jasje uit en lopen. Natuurlijk een fantastisch gezicht, maar je kijkt toch af en toe in de lucht of er niks landde, want je weet het nooit. Aan de rand van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires staat het stadion van de voormalige grootmacht Independiente. Op dezelfde plek neemt Ajax het op 6 september 1972 op tegen de kampioen van Argentinië. Een wedstrijd die de spelers niet gauw zullen vergeten. Geweldig stadion en het publiek. Alleen het publiek is zo gek als een deur. Die bjouwen lopen bekogelen met munten voor zijn kop. Nou, het was een hele zware wedstrijd en er werd geschopt, geslagen. De spelers werden afgehouden, er werd gespuugd. En ja, de wedstrijd werd steeds harder. En ik had ook zo'n mannetje tegenover me met een snor, Pafoni. Nou, die schopte alles wat hij zag bewegen. Ricardo Pafoni, aanvoerder en boegbeeld van het grote Independiente uit de jaren 60 en 70. Pafoni, de legendarische linksback met de markante snor. Samen met zijn teamgenoot van toen, Dante Mircoli, was hij jarenlang niet weg te denken uit het elftal van de Argentijnse grootmacht. De status van Pafoni bij Independiente is te vergelijken met die van Sjaak Zwart bij Ajax.
Naar hem is zelfs een tribune vernoemd. Mijn naam is Ricardo Elvio Pavoni. Elvio con B larga, porque todo el mundo lo pone con B corta. Llegué acá Independiente un 11 de enero del 65 y tuve la suerte enorme de jugar 12 años, salir 12 veces campeón, 5 veces de América. Soy el defensor más ganador en cuanto a las Copas de América. Pavoni en Zwart zijn tegenwoordig allebei grote clubiconen. 50 jaar geleden vochten ze felle duels uit. Op een gegeven moment ik kreeg een bal en ik ging buitenom bij hem en dan gaf me zo'n klap zo in mijn maag. Ja, die had ik wel echt last van. Y era peleado porque yo por supuesto en esa época era también muy rápido. Tenía la posibilidad de irme al ataque, pero como te dije hace un rato no podía irme porque él me seguía y no me daban la posibilidad de recibir juego. Pero bueno, era un duelo duro, en el buen sentido de la palabra, sin golpearse, sin choque. Zwart en Pavoni hebben één gemeenschappelijke vriend. Net als Pavoni, een aanvallende linksback van Independiente. Een speler die jarenlang furoren zal maken bij Ajax. Ik moest al lachen, Ajax, maar later de linksback van ons... Taglafico, en die sprak ik op een gegeven moment. Ik zeg, we moeten groet hebben van Pavoni. Oh, zit die tak tak zo tegen mij. Ja, dat was wel leuk, maar het was ook echt tak tak. Oh. Ik quería tener la posibilidad de darle yo espacio, pero no se lo daba porque sabía que era muy rápido, muy veloz. Entonces eso hacía de que, bueno, en cierta manera teníamos la posibilidad un 50 y un 50. Entonces ahí el que tenía la posibilidad era de hacerlo más rápido, era el que salía ganando al final. Nosotros sabíamos jugar este tipo de partidos, ya habíamos jugado muchas veces la Copa, la habíamos ganado, siempre habíamos... Pero no había una táctica muy, muy especial. El único inconveniente que sabíamos que teníamos cuidado era Cruyff, que sabíamos que era un poco el arma de ellos. Y bueno, ahí mandamos al Tano Mircoli para que vaya a cortarlo en el buen sentido de la palabra. Mira, lo que opino de Cruyff es imposible decir. Fue un jugador que nosotros, prácticamente yo no había visto nunca. Un jugador rápido, un jugador habilidoso, un jugador que manejaba el partido. Parecía que fuera el técnico del equipo. Pero con él había gente que jugaba muy bien. Pero de nosotros también había gente que jugaba muy bien. Verlo jugar a Cruyff era verlo jugar bien, lindo, precioso y bonito, porque muy, muy buen jugador de fútbol. Y lógicamente, bueno, eso hacía de que fueran partidos muy, muy difíciles. Nou, Johan maakte de eerste helft volgens mij de 1-0 met een mooie loop. Losrukken en dan scoren. El gol que hace él, por ejemplo, es una pelota larga, él arranca. Tenía un pique muy, muy importante que te dejaba clavado en el piso a los 5 metros, ya no tenías chance de nada. Y bueno, y define como definen los grandes, ¿no? Ahí no tuvimos ningún inconveniente. En na zijn goal wordt Cruyff nog scherper gedekt. Johan Cruyff die werd na 25 minuten werd die op zijn enkel getrapt en ja, die kon niet meer verder. Ja, zijn enkel en teen. En, ja, maar dat deden ze. Ze pakten hier gewoon aan. En die scheidsrechters die zijn bang daar. En die durven niet echt beslissingen te nemen. Mira, Independiente jugaba de una sola manera. Independiente jugaba, no daba la pelota por perdida. Era un equipo que era duro, porque todos los jugadores... Pero nosotros no éramos malintencionados, porque uno de los que decían que podía ser malintencionado era yo, y yo no era malintencionado para jugar. Era duro, no me gustaba que me pegaran. Había un montón de cosas que después yo... fabricaba dentro de la cancha. Yo tuve un golpe con Cruyff que salió de la cancha y prácticamente ni sabía que era él que me quitaba la pelota. Él viene, yo lo estoy mirando a Pepe para dársela a Pepe y él viene y me quita la pelota.
y cuando me quita la pelota yo le tiro. Pero tiro a buscar la pelota, que no sé, que no me la saque. Y desgraciadamente le pegué a él. Pero no fui con ninguna intención ni con nada de querer pegarle, ¿no? O sea, fue una parte del partido. No le pega una gran patada, pero sí dolorosa, por supuesto. In de rust lagen er van onze stukken 4-5 op een brancard om even pauze te nemen. Johan lag erop, ik lag erop. Ik kan me nog goed herinneren dat ik erbij met een speler die doorbrak. Die de bal van zijn voet heb gehaald, weet je wel, door ervoor te duiken. En die schoot even goed door. Ja, midden in mijn gezicht. En hier krijg ik die schop. Ja, hij trapt gewoon door. Ja, maar ik hou wel die bal vast. Gelukkig wel. Zo, zie je dat ze gewoon doorschoppen, zag je? Dachten jullie niet van in wat voor een slechte film zijn we nu terechtgekomen? Ja, op een gegeven moment. Ja, maar je hebt zoveel gezien daarvoor. Dat je weet wat je kan verwachten. En zeker tegen die Zuid-Amerikaanse ploeg is het altijd kei en keihard. En op het laatst kregen we die 1-1 tegen. En dat was jammer. Maar dit was een uitstekend resultaat, 1-1. Dat kon je thuis afmaken. Ja, mooie pegel in de bovenhoek. El 1-1 fue justo. El 1-1 fue justo porque no te digo que tuvimos tantas posibilidades, tampoco ellos tuvieron grandes posibilidades. Las pocas posibilidades de gol que tuvieron lo lograron, que fue la de Cruyff, y nosotros la de Pancho. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue muy parejo todo y bueno, después en Holanda ya se iba a jugar otra característica distinta. ¿Wat voor gevoel stapt jullie weer terug het vliegtuig in? Nou, tevreden. Wel met pijntjes, maar we dachten, kom goed thuis. En want ik weet nog dat we thuis speelden tegen NEC. Twee, drie dagen daarna, en je hebt het over dat je 's nachts niet geslapen en dit en dat. Dus daar hadden we wel een klein beetje last van als team. Maar ja, ook NEC pakten we nog even erbij, na een paar dagen. Ik weet nog wie er gescoord had ook. Ja. Met een gelijkspel in de tas komen Parvoni en Mercoli drie weken later naar Amsterdam voor de return in het Olympisch Stadion. Interbriente, die probeerden er ook een uitslag neer te zetten dat ze misschien gelijk zouden spelen. En dan penalties, verlengen en dat soort dingen. Het bleef toch een lastige ploeg, dat kon je zien. De técnico lo plantea bien porque nosotros a los 5 minutos Eduardo Maglione no digo que erra un gol, sino tiene la posibilidad de meterla. Paas doorgetikt goed a Pastoriza. Pastoriza heeft de kans. Stuy op het tippertje. Heel mooi. Independiente jugó bien, el Chivo jugó bien, Pancho jugó bien, pero había que marcarlos y eran muy difíciles. Eén man op de Ajax-helft, het is Hulshoff van de veldspelers. Krol. Tikje van Haan. Krol gaat. Neeskens is scoort! Neeskens! Johan Neeskens! Dat was een mooie goal, die eerste goal van Johan. Goeie 1-2 opgezet. En toen kwam hij goed tussen die twee gasten door, achterin. En tikte hem zo in het hoekje. Fantastisch. In Neeskens era duro. Era bravo. In de 11e minuut. En hier is de herhaling. Johan Neeskens kan doorgaan tussen twee Argentijnen door. En dan komt de keeper te laat. Ik dacht dat die Argentijnen het eigenlijk hadden moeten stoppen. Op het laatst kwamen ze helemaal. En toen werden ze geslacht, want toen kwamen de ruimtes. El 1-0 is een moment difícil, porque lógicamente es. Te cuesta. Te cuesta arrancar de vuelta todo. Entras a pensar un montón de cosas en el sentido de que cómo hacemos para levantar sabiendo que enfrente tenías a un equipo duro. 19e minuut na rust en dit is Ajax. Eerste corner van Cruyff. Hard ingeschoten. Oh, wat een scrimmage en toch gered. Krol era un treque y pasaba la. Neeskens. En het Neeskens wordt onmiddellijk gepakt en ligt daar op het veld. Kijk, ik over een doodschop. Ja,
gaat hij tussendoor. Heel smerig. Pietje, ja, oh. Oh. Dat waren kansen. Schot van Keizer en nog een. El 11, el capitán Keizer, tenía una habilidad espectacular. Era un tipo que te manejaba el partido por todos lados. Ellos tenían dos, tres tipos que manejaban el partido y los otros corrían. Wie was jouw tegenstander in de thuiswedstrijd? Ook Pavoni. Ja, maar ik had pech, omdat ik toch behoorlijk een beetje geblesseerd was. Dus ik kon niet echt voluit. Maar goed, dat is geen excuus. We hebben genoeg gedaan. Hij is niet naar voren gegaan of zo. Hij had een mooie snor. Eerlijk waar, hij had een mooie snor. En dan zie ik Johnny Rep in het veld komen. En Sjaak Zwart gaat eruit. Nou, ik had last van een blessure. En het werd steeds heviger. Ja, dan ga je twijfelen of je door moet gaan. Want zondags heb je ook weer een wedstrijd en zo. Dus ik denk, nou, voor de zekerheid ben ik eruit gegaan. Maar ik dacht wel dat de wedstrijd beslist was, want toen het zo lang al 1-0 bleef, toen kwamen ze helemaal niet meer. De talentvolle Johnny Rep klopt al een tijdje op de deur. De wissel met Zwart zal ook een wisseling van de wacht betekenen. Hier is mijn doorbraak geweest voor dit eerste elftal waar. Ja, het was een mooie tijd, maar helaas een tijd geleden. Het was voor ons natuurlijk weer wat anders dan de meer. Vol stadion hier. De wedstrijd tegen Independiente was voor mij een openbaring. Ik denk, dit gaat de goede kant op. Maar ja, tegen Independiente maak ik dus eerst een intikkertje. Die was niet te missen. Het stadion staat nu weer duidelijk achter Ajax. Ik neem aan dat u dat thuis ook hoort. Paasje van Keizer gaan. Geen buitenspel, daar wordt er gescoord. Ja, er is het doelpunt. Johnny Rep. In het veld konden we elkaar echt helemaal begrijpen, elkaar heel erg goed. Cruijff is al doorgebroken nu. En dan komt inderdaad van achter een Rep toegelopen. De vraag is alleen. Johnny Rep, desconocido para nosotros, no para ellos. Pero sí, jugador rapidísimo. Jugador que tenía una gran habilidad. Cuando se la daban, arrancaba y te buscaba también a vos para tratar de gambetearte. Ahí tuvimos un duelo bastante parejo, ganó uno, ganó el otro, pero de cualquier manera era un peligro, Rep, era un peligro para toda la defensa. Cruijff staat vrij en niet buitenspel. Cruijff misschien op weg naar 3-0 als de stel is. Daar komt de voorzet tegen de paal. En toen kwam dat steekballetje van Johan Cruijff. Ik kwam vanuit het middenveld. En ik krijg hem goed voor mijn voeten, ik neem hem mee, ik speel die keeper eruit en ik tik hem met mijn linkervoet erin. Maar Johan die kijkt allemaal om me heen, want wie gaat er? Dus ik ging diep en hij gaf hem ook perfect, zo tussendoor, dus buitenkant voet. En daar komt van achteren toe lopen. Johnny Rep gaat scoren, ja, nu is het 3-0. Geen enkele twijfel, Johnny Rep zijn tweede doelpunt, hier de herhaling. Ik scoorde gelijk twee doelpunten. Ik schoot er nog één tegen de paal ook. Die was eigenlijk niet te missen. Maar dan had ik er drie gemaakt. Maar ik denk, nou, misschien speel ik komend weekend wel met de eerste. Nou ja, Johnny moest lekker met het B-11-tal voetbal in Volendam voor 100 mensen. Dat was wel een verschil, hè? Voor John Rep is de wereldbekerfinale een vliegende start. Aan het eind van dat seizoen kopt hij Ajax naar de Europese trilogie. 1-0, Johnny Rep. Diezelfde zomer neemt Sjaak Zwart op grandioze wijze afscheid. Met een hele volle prijzenkast. De felicitaties van koningin Juliana. Voor Piet Keizer, die dan wel niet zijn Ajax-shirt aan heeft. Ik kreeg hem aangereikt door de koningin. Piet op een gegeven moment pakt hem op een gegeven moment in één hand. En hij drukt hem zo omhoog op een gegeven moment en zegt, hier is van mij. Hoe bijzonder het is om de wereldbeker te winnen, bleek in 1995. Toen het Ajax van Louis van Gaal erin slaagde de cup te veroveren. Danny Blind. Hij doet het en Ajax wint de wereldcup. Zijn we de beste van de
zal dit nou wezen? Oh, nieuwsgierig. Nee. Zo, dat is echt. Oh, hij is echt nog zwaar ook. Dat is echt 50 jaar geleden dat ik hem in mijn handen gehad heb. Oh, wat een ding zeg. Ja, dat is toch top geweest. Het is jammer dat we twee keer niet nog meer geweest zijn, want hadden we nog twee keer deze gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, zwaar. Dat is niet te tillen. Kijk, maar wel mooi. Geetje niet gauw. Dat geldt voor heel 1972. Voor Ajax een magisch jaar. Ja, een geweldig jaar natuurlijk, hè. Want we wonnen alle prijzen. We werden landskampioen. De Nederlandse beker wonnen we. De wereldbeker win je, Europa Cup. En de Supercup. Oh ja, die hebben we ook nog tegen Glasgow Rangers. Nou, we waren geloof ik een van de eerste die dat voor elkaar kreeg. Nou, dan is het wel een aardig jaartje geweest. Ik ben nog steeds zo enthousiast en denk, hoe kan dat 50 jaar geleden dat wij dat gepresteerd hebben? Dat is ongelooflijk. La derrota se toma, todo depende de cómo perdés y contra quién perdés. Nosotros perdimos contra un gran equipo, perdimos contra un equipo que fue sensación en el mundo y lógicamente nos sentimos bien en ese sentido. 50 jaar na de felle duels is de rivaliteit definitief veranderd in vriendschap en respect. Y yo le diría a esos tres muchachos que felicitaciones por lo que consiguieron, que nos ganaron bien. Y bueno, y desearle que todavía sigan viviendo, que estén bien. Y un abrazo de acá de Buenos Aires. Pavoni, y met Sjaaksoort. Ik heb toen tegen je gespeeld. Je was bikkelhard. Maar oké, ik vergeef je allemaal. Ik hoop dat je nog gezond bent en nog een mooie tijd. De groeten, Sjaaksoort. Para los tres, le quiero mandar un gran saludo, un respetuoso abrazo. Hemos jugado partidos dificilísimos, finales. Nunca sucedió nada raro ni nada por el estilo. Les quiero mandar un gran afecto, un gran abrazo. A veces la palabra gracias queda demasiado chica para agradecer tantas atenciones recibidas en Holanda. Gracias a ustedes, les mando un cariño enorme.